Po, klassieke toerstad aan de voet van de Pyreneeën, vol met moderne cultuur. In dit Palais Beaumont was gisteren het perscentrum gevestigd, casino ernaast en daar tegenover het Parc Beaumont. Vroeger de plek voor het Village Départ, ook in 2007. We gaan terug naar het beladen einde van de tour van toen. Soort andere tijden sport. Daar stonden de ploegbussen. Michael Rasmussen stapte niet meer uit met het woord Rabobank op zijn gele trui. Hij was weggestuurd de vorige avond bij Hotel Mercure in Po. Gelogen over de whereabouts. Michael Bogert wilde eigenlijk niet meer starten, maar deed het toch. En hij kwam hier ongeveer langs de hekken met het publiek. Een Fransman jouwde hem uit. Michael stopte en gaf de man een enorme ros. Meer in het blok.